Hi, superleuk dat je kijkt naar een nieuwe video op mijn kanaal. In deze video ga ik met jullie een make-up collectie van Revolution uittesten, namelijk de Fortnite collectie. Ik heb deze al even in huis en ik zag dat die nog steeds verkocht werd. Ook wel in de korting is die nu, dus ik dacht ik ga hem met jullie uittesten. Voor de mensen die niet weten wat Fortnite is. Fortnite is een spel wat je kunt spelen op zowel de Switch, Xbox als de PlayStation. En de bedoeling is dus dat je mensen uitschakelt en als enige overblijft. Het is een gratis game. Je kunt wel extra's erbij kopen met echt geld, maar het is niet per se een must-have. Maar goed, het gaat natuurlijk om de make-up. Ik werd gelijk enthousiast toen ik de collectie zag, dus ik heb een aantal producten gekocht. En in deze video ga ik deze producten met jullie uittesten. Dus mocht je benieuwd zijn naar deze collectie en wat ik ervan vind, zou ik gewoon even zeggen, kijk gezellig mee met deze video. Ik zal de prijzen van de producten even in beeld neerzetten. Ik zal proberen de originele prijzen erbij te zetten. Maar er is nu een flinke sale op deze producten, dus ze zijn inmiddels goedkoper als de prijzen die in beeld erbij staan. Ik ga eventjes beginnen met een nagellak uit de collectie. Ik heb deze roze nagellak gekocht. Ik draag hem op dit moment ook. En deze komt uit de Cuddle Team Leader. En het is dus een roze nagellak die je nagels er waanzinnig uit zouden laten zien. Hij heeft een brede borstel en daarmee zou je makkelijk de vorm van je nagel kunnen volgen. En krijg je de perfecte applicatie. Hij zou ook een langhoudende formule hebben, waardoor je heel lang kan genieten van de nagellak. De producten zijn trouwens ook vegan en cruelty-free. Ik ga heel eerlijk met je zijn. Ik draag hem nu. Ik vind de kleur fantastisch. Ik vind hem echt heel erg mooi. Ik had niet echt verwachtingen van de nagellak voor ik hem ging proberen, omdat ik nog nooit nagellak heb gehad van Revolution. Maar het valt mij echt tegen. Die langhoudende formule die heeft hij echt niet. Ik draag de nagellak nu letterlijk 2 dagen. Ik heb hem na dag 1 al gelijk moeten bijwerken, omdat hij echt al best wel veel chips had. En ik doe alles met handschoentjes, hè. Schoonmaken en afwassen. Maar hij chipt echt heel erg snel. Ik heb hem dus een beetje bijgewerkt en ik heb nu alweer chips. Dus ik vind de kwaliteit een beetje Essence Cartrice-achtig qua nagellak. Hij heeft wel een heel schattig, inderdaad breed mooi borsteltje. Kunnen jullie dat goed zien? Waardoor je hem prima kunt aanbrengen. Maar ik vond de eerste laag heel raar, want ik bracht hem aan. En toen dacht ik, oké. Ik heb hem aangebracht en hij droogde een beetje mat op, leek het. En hij werd heel licht roze. Toen deed ik nog een laagje en die werd dan wel mooi roze. Maar de kwaliteit valt me dus een klein beetje tegen. Dus dat is wel een beetje jammer. Die heb ik dus in ieder geval al geprobeerd. Dan heb ik hier een fixing spray. En dit is de Peely fixing spray. Ik vind het jammer dat Peely er zelf niet op staat. Maar ik zal even een blaadje in beeld zetten van Peely. Want Peely is echt heel leuk. Peely is een banaan. Hierover wordt gezegd dat het gewoon een spray is die je make-up de hele dag door geweldiger uit zou laten zien. Hij zou je look vastzetten zonder dat je make-up gaat creasen, smutsen of vervagen. Dat is eigenlijk ook het enige wat erbij staat. En het is een eyecatcher en dat hij geïnspireerd is op Peely. Er zit, hier nog een soort van plasticje omheen, maar die krijg ik er dus niet af. Maar dat is dus die. Dan heb ik hier een lipgloss. En deze komt ook uit de Cuddle Team. En dat is deze. Ik vond hem heel leuk, ook met die hartjes zo erop. Een hele leuke lipgloss. Ik zal ook even een plaatje van Cuddle erbij zetten. Want die zie ik dus niet erop staan. Ik vind het jammer dat ze niet echt personages erop hebben gedaan. Want het zijn dus allemaal personages. Het is een Pink Shimmer lipgloss. En hij heeft dus een roze tint. En hij zou shimmery deeltjes bevatten. En dus een glossy finish geven. Waardoor je lippen meteen een mooie glow zouden hebben. En dat is ook eigenlijk wel wat erbij staat. Ik vind het altijd wel grappig dat ze er elke keer bij zetten dat het echt een eyecatcher is. Is het ook wel hoor, want het zijn ook echt wel hele mooie producten. Maar ik vind het wel grappig dat ze daarvoor kiezen.
Dus dat is deze. Dan heb ik hier het oogschaduwpaletten. Ook deze komt weer uit de Cuddle Team Leader en ziet er heel leuk uit. Eigenlijk als je hem zo ziet, doet het niet heel erg Fortnite-achtig aan, omdat hij dus in een hoesje zit. En als je hem eruit haalt, dan zie je eigenlijk dat vooral op het hoesje zeg maar de tekst Fortnite staat en ook een afbeelding van de kleuren die erin zitten. Ja, hierachterop staat dan nog wel Fortnite. Dit paletten zou 9 kleuren hebben die geïnspireerd zijn op het Cuddle Team Leader. En ze zouden intens gepigmenteerd zijn en matte en shimmer tinten bevatten. Ook zouden ze goed te blenden zijn. En er zit ook nog een spiegeltje in het paletten. Vind ik altijd wel heel fijn. Ik laat nu ook het blaadje vallen. Zit dus een blaadje in. Zo ziet hij eruit. Echt heel mooi. Ik zal eens even een paar kleuren oppakken. Want ik denk inderdaad dat dit een hele leuke look gaat worden. Ik vind het ook heel erg leuk. Want ik zie hier dus in een aantal kleuren ook hartjes staan. Dat ziet er echt super leuk uit. Ik zal hem even op mijn hand doen. Dit is de pigmentatie. Ik vind het er leuk uitzien. Ik ben heel erg benieuwd wat voor look ik bij hier wil gaan maken. Het zijn misschien niet de uniekste kleuren. Maar ik vind ze zelf wel heel erg mooi om te zien. Het laatste product wat ik heb is het face paletten. En wat ik heel leuk vind is dat hier de Loot Lama op staat. Maar ook alweer het hartje van de Cuddle Team. Dit is de Loot Lama. Maar ik zal even een plaatje in beeld neerzetten hoe hij er echt uitziet. Want dat is eigenlijk nog leuker. Als je deze lama, als je op deze lama slaat in het spel, dan komt er dus loot uit. En dat betekent dus dat je allemaal spulletjes kunt oprapen die je nodig hebt in het spel. Het is dus een palette met zowel een bronzer, highlighter en een blush. Ja, het is een beetje, Revolution zegt zelf dat het een compacte verpakking heeft en dat het heel goed bij elkaar gebruikt kan worden. Verder is er eigenlijk niet zo heel veel over bekend. Nou, dan ziet het er zo uit, zoals je kan zien, dus inderdaad 3 kleuren. Ik ga ze even opnemen voor de swatchje. En dan is dit de pigmentatie. Bronzer blush. Bronzer highlighter blush. Dus ik ben heel benieuwd hoe het eruit gaat zien. Dat zijn dus de producten. Dus ja, ik ga eventjes mijn haarbandje in doen. En dan gaan we ze maar eens even uittesten. Want ik ben wel benieuwd geworden inmiddels. Zo, jullie zijn ingezoomd. Ik zal het spiegeltje uit... Ja, het oogschaduwpaletje gebruiken, dat is wel handig, zodat ik zelf ook kan zien wat ik doe. En dan gaan we beginnen met het face paletten. Dus dat is dus deze. En ik ga natuurlijk beginnen met de bronzer. Die, ik ben heel benieuwd hoe het gaat uitpakken. Ik breng een beetje aan op mijn kwast. En ik ga beginnen met mijn wang. En ik zie dat hij mooi oppakt. Dat vind ik al echt top. Want ik heb ook wel eens... ja, soms vind ik bronzers te licht. En daar hou ik niet zo van. Dan gaan we gelijk door naar het voorhoofd. Dat doe ik ook altijd eventjes. Maar ik probeer altijd wel mijn haar goed vast te zetten. Want anders komt al die bronzer in mijn haar. Nou, op zich niet heel erg. Want dan moet ik het toch wel weer wassen. Maar ja... Op mijn voorhoofd pakt hij minder goed, vind ik. Dan zie je hem iets minder. Maar het maakt ook niet zo heel veel uit. Gaan we door naar de zijkant. Er was mij trouwens ook gevraagd of ik weer een keer een full face make-up look wil maken. Van echt begin tot het einde met mijn dagcreme en primer en alles. En dat ga ik ook nog doen. Maar omdat ik daar nu niet alle producten voor heb, ga ik dat nu eventjes niet doen. Heb ik ervoor gekozen om nu de producten te gebruiken uit deze collectie. Maar dat ga ik nog wel doen. Dus dat komt er zeker nog aan. Dan zit dat erop. Dat gaan we weer eventjes goed blenden. En ik merk dat mijn kwasten nog niet volledig droog zijn. Want ik heb ze uitgewassen. Maar ik heb het een dagje later gedaan als normaal. En dat merk ik nu. Ik ga niet te hard blenden op mijn wang. Want ja, ik ben bang dat hij dan helemaal vervaagt. Ik ga meer even de harde lijnen eruit.
Ja, je blijft hem wel mooi zien. Even hieronder. Maar die zag er toch wel niet heel stevig uit. Dus dat is prima. Dan gaan we de... Hij is wel poederig, want ik zie wel gelijk wat poeder wegvagen. De blush pakken. Deze. Ja, die is ook wel droog. Ben ik wel heel benieuwd naar. Hij neemt goed op. Altijd fijn. Ziet er wel mooi uit. Ik heb het idee dat de rechterkant van mijn wang vandaag niet echt mee wil. Is dat herkenbaar voor sommige mensen? Dat je dan echt het idee hebt dat soms de ene kant van je make-up look gewoon niet zo goed lukt als de andere kant. Nou, ik heb dat dus nu. Maar goed. Ik vind deze kant er bijvoorbeeld wel mooi op zitten. Dan gaan we de highlighter aanbrengen. Ik hoop dat deze kwast goed droog is. Ja, inmiddels wel. Dat vind ik altijd wel een dingetje, want highlighter is zo persoonlijk. Die zie ik niet echt opkomen. De highlighter is vrij zacht. En ik zie hem daarom ook gewoon niet mooi terug op mijn gezicht. Nee, highlighter vind ik niet fantastisch. Misschien dat ik het aan deze kant beter ga zien. Maar ja, dit is al de kant die niet zo goed lukt. Hè? Nee. Ja, het puntje van mijn neus zie ik hem dan wel beter, maar ik zie hem niet. Het is niet dat ik denk van, nou, dit gaat het worden hoor. Nee, die had veel, veel meer pigment mogen bevatten. Nee, die vind ik niet heel fantastisch. Dan zit dat erop. Dan zal ik jullie even wat meer inzoomen en dan gaan we gelijk maar door met de ooglook. Want daar ben ik natuurlijk ook benieuwd naar hoe dan de oogschaduw gaat zijn. Ja, wat ga ik eens doen vandaag? Ja, ik denk dat ik ga beginnen met deze kleur in de arcadeboog. Dan gaan we het wel zien. Ik hou hier wel van hoor, dat roze. Ik vind het leuk. Oké. En ik vind het niet heel pigmentvol. Ja, hij heeft een beetje opbouw nodig. Uiteindelijk zie je hem wel, maar ik vraag me af of het voor jullie goed zichtbaar is. Maar goed, het is een basiskleurtje. Ik ga er zo nog overheen. Dat scheelt wel meer. Oké. Okay. Nou, voor de basis is het prima. Dan ga ik daar overheen met dit kleurtje. Daarmee maak ik hem net een tikkeltje donkerder. Maar het is nou niet dat het er afspringt, jongens. Je hebt echt wel meerdere laagjes nodig, zeg maar.
Ja, het zit erop, maar het springt er nog niet af, dus ik ga hem ook niet heel hard blenden. Even heel zachtjes eroverheen, omdat ik anders bang ben dat ik alles weghaal. Even de harde lijntjes eruit zijn. Ja, ik kan er op zich wel mee door, maar het springt er voor mij gewoon nog niet echt uit. Dan ga ik in de buitenste ooghoek deze lekkere felle kleur gebruiken. En ik hoop dat deze toch wel wat meer pigment heeft. Je had trouwens meerdere paletten van deze, maar deze sprak mij persoonlijk het meeste aan. Deze kleur zie je wel beter, maar hij heeft wel opbouw nodig. Maar hij is niet zo fel als dat hij in het palet zit, zie ik. Dat had ik niet verwacht. Oké. Beetje stempelen maar. Wat ik wel mis in dit paletten is een beetje een highlight kleurtje. Die zit er dus niet in. En ik vind het altijd wel mooi om de boel een beetje op te lichten. Ga hem eventjes blenden. Maar ook deze ga ik niet te hard blenden, want ik denk dat ik alles wegblend dan. Hij heeft heel veel fallout hier aan de onderkant. Zie je dat heel erg. Dat hij heel erg uitvalt, zeg maar. Waardoor hij onder je ogen gaat zitten. Dan ga ik bewegende ooglid met dit roze kleurtje aan de gang. Ook deze spat er niet echt van af als je het mij vraagt. Nou, dan is dit de look geworden. Maar ik ga dus nog eventjes met het highlight paletje, of het face paletje, ga ik toch nog even wat highlighter aanbrengen. Ja, die zagen natuurlijk ook niet heel goed, maar misschien dat het op mijn ogen wat meer tot z'n recht komt. Ik hoop het, want ik mis toch wel echt een highlight kleurtje hierin. En hij trekt hem wel strak, maar het is niet zo'n hele shimmer highlighter als waar ik van hou. Als ik nu naar de ooghoek kijk, vind ik hem wel mooi. Alleen de pigmentatie die had voor mij wat intenser mogen zijn. Oké, dan zit dit erop. Dan ziet het er zo uit. Ik ga hem eventjes afmaken met een eyeliner, oogpotlood en mascara. En dan kom ik bij jullie terug om de lipgloss te gaan proberen. En zo ziet de look er dan uit als hij afgemaakt is met een eyeliner, oogpotlood en mascara. Dus ja, ik vind het er op zich wel mooi uitzien uiteindelijk hoor. Maar het moet je ding zijn, want ik hou wel van roze. En ja, als dat niet zo je ding is, zal deze ooglook je ook zeker niet aanspreken. Dan gaan we de lipgloss aanbrengen. En ik heb deze nog niet geswatcht, dus ik ga hem eventjes openmaken. Zo! Tandjes! Dat is een grote...
Grote applicator. Allemachtig. Oh, die zwart ziet er wel heel goed uit, jongens. Nou, ik ben heel erg benieuwd. Ik zal hem heel even van mijn hand afhalen en eventjes opnieuw in de lipgloss dopen. Maar zo'n grote applicator, die had ik zelf niet zien aankomen. Hij ruikt wel heel lekker. Oeh, ja, hij ruikt echt heel lekker. Ik zal weer even het spiegeltje erbij pakken en dan gaan we hem eventjes aanbrengen. Want ik ben echt onwijs benieuwd. Nou, we hebben wel veel. Maakt niet uit, we gaan hem aanbrengen. Oh, hij ruikt heel zoet. Het is net of ik diamin binnenloop nu. Nu ik dit ruik, zo zoet. Ja, hij is wel lekker glossy hoor. Hij ziet er mooi uit. Het aanbrengen gaat niet overdreven moeilijk. Dat had ik een beetje verwacht met zo'n grote applicator. Maar dat gaat eigenlijk best wel goed. Dus ja, ik vind dat wel leuk. Nu ga ik eventjes als laatste stap natuurlijk de fixing spray doen. En die ben ik ook heel benieuwd naar. Dus de bril gaat even af. We gaan even een beetje schudden voor gebruik. Oh, het lijkt wel of die lekt. Hij ruikt naar banaan. Wow, ik ruik hier echt banaan. Oh, nou, gaan we. Niet te veel. Oh, ik ruik helemaal naar banaan. Ja, is wel logisch. Spili is ook een banaan. Nou, ik ga hem eventjes laten opdrogen. En dan kom ik even bij jullie terug om de producten na te bespreken. Oké, mijn eindconclusie van de producten. Ik heb inmiddels ook eventjes goed in de spiegel gekeken en ik ben toch tot de conclusie gekomen dat het face palet toch wel tegenvalt. Ik zie hem eigenlijk bijna niet meer terug op mijn gezicht. Ik vind het heel... Het is wel heel natuurlijk, maar het mag voor mij iets meer aanwezig zijn zodat je echt die contour ziet. Ik zie de blush nog wel, maar de bronzer valt een beetje weg. En de highlighter zie ik überhaupt niet. Dus ja, die vind ik toch een klein beetje tegenvallen helaas. Het oogschaduwpaletten. Ik vind de kleuren in het paletten heel mooi. Ik vind de look die ik er uiteindelijk mee heb gemaakt ook wel heel mooi. Maar ik vind het pigment wel een beetje zacht. Ik had toch iets meer pigmentatie verwacht van dit paletten. Ik dacht echt van, hè, vooral ook die donkerroze kleur. Nou, dat zal er wel echt uitspatten. Doet hij niet. Het viel een klein beetje tegen. Dus ja, het is ik vind de look even goed mooi, maar ik had iets meer pigment verwacht. De lipgloss, die vind ik echt wel heel leuk. Ik zie alleen niet die glinsterdeeltjes die erin zouden zitten. Ik vind het wel een mooie glossy look. Hij had voor mij iets meer roze nog mogen zijn, maar het ziet er wel heel leuk en mooi uit. En fixing spray, die voelt wel lekker aan. Hij droogt heel snel op, wat heel fijn is. Heeft een lichte bananengeur, wat op zich wel heel lekker is. Ik vind hem gewoon heel schattig, de Pili Fixing Spray. Dus ja, ik vind deze wel heel erg fijn. Ik hoop in ieder geval toch dat je het leuk vond om te kijken naar deze video. Ik ben eigenlijk wel benieuwd of jij deze collectie hebt gespot. En of dat jij er misschien ook wat uit hebt gekocht. Of dat je misschien naar aanleiding van deze video zegt, ik ga nog eventjes kijken in de sale. Ik vond het in ieder geval wel heel leuk om deze collectie met jullie uit te testen. Omdat ik Fortnite gewoon heel leuk vind. Ik wil je voor nu in ieder geval heel erg bedanken voor het kijken. Ben je nieuw op mijn kanaal, kun je gratis abonneren door op het rondje met mijn gezicht te drukken. Of op mijn kanaal zelf, er staat een rode button. Daarnaast staat een belletje en als je die aanklikt krijg je een melding zodra er een nieuwe video online verschijnt. En hoef je niks meer te missen. Vond je deze video leuk? Doe dan zeker even je duimpje omhoog. Voor nu wil ik je in ieder geval heel erg bedanken voor het kijken. En hoop ik je bij je volgende video te mogen zien. Doei!